Oh. Hoe gaan jullie wiskunde toetijgen? Ja, kut. Slecht. Ik heb hem nog lang niet af. Ja, de twee laatste opdrachten heb ik gewoon helemaal niet. Man, want die toetsen gewoon eens een keer wat korter maken. Ik weet niet of het aan hem ligt. Nou, ik vind ze maar vervelend en hij is veel te streng. Nou, ik denk dat het komt door onze klas. Best wel drukke klas hebben wij. Ja, nou, ik vind hem eigenlijk wel aardig. Hij is ook best wel knap, als we het toch over hem hebben. Daar ben ik het wel mee. Oh, dat vind ik echt niet. Ja, ben je het ermee eens? Want... ja, hij is toch ook wel knap? Wat wil je daarmee zeggen? Ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen. Het komt misschien een beetje raar over, maar ik denk dat ik hem leuk vind. Oh, echt? Heel vet. Ik vind dat wel grappig. Ik vind het wel een beetje raar hoor. Deze, ja. Dus, hij is wel echt heel dat is ook wel een lastige trick. Ik ga gewoon bij les. Maar ik sta een 8. Ja, nou dan zeg je dat je dit hoofdstuk niet begrijpt. Het komt toch een beetje raar over. Nou, als je het leuk vindt, dan doet het wel. Je gaat hem toch niet om bijles vragen? Je snapt dit hoofdstuk. Dan is het een soort date met je leraar. Dat is toch raar? Whatever. Nou, hij is wel echt heel leuk. Niemand zoekt er iets achter, toch? Maar als je een date hebt met je leraar en je wordt gesnapt, dan wordt hij ontslagen, hè? Dat mag niet. Nou, dan zorg je dat je niet betrapt wordt. Dat is toch niet zo moeilijk? Dat is hey, snappen jullie? Dat ja. Je maakt heel veel lawaai namelijk. Nou, ik begrijp het wel. Alleen jullie hebben een beetje moeite met het hoofdstuk. Heb je een beetje moeite met het hoofdstuk? Ja, het is nogal een ingewikkeld hoofdstuk. Ja, het is ook wel een moeilijk hoofdstuk inderdaad. Kom anders even mee naar mijn bureau, dan leg ik alles nog even uit. Dat is goed. Nou, vertel eens, wat snap je niet? Nou, eigenlijk het hele hoofdstuk. Alles? Oeh, dat is al veel. Maar, hoe wil je dat bijwerken? Nou, misschien kon u even mijn bijles geven. Oh, dat is wel een leuk idee. Wanneer? Vanmiddag. Ja, is goed. Maar dan hebben we wel een probleem, want er gaan we vrij weinig treinen naar mijn huis. Dus misschien is het dan goed als je met me meegaat naar huis om daar bijles te volgen. Ja, dat is goed. Ja? Ja. Nou, zie ik je dan vanmiddag? Ja. Oké. Okay. Julia, luister eens naar me. Ik probeer je te beschermen, dat snap je toch wel? Hij is veel ouder dan jij. Ik wil gewoon dat je voorzichtig bent. En dan is dit het startgetal en dit is de groeifactor. Bij je kwadratische functie krijg je een parabool natuurlijk. En dan ligt het maar net aan of het een min of een plusgetal is. En let je wel op? Of, Ja. Kom je wel voorbij les? Want ik heb het idee dat je niet echt oplet. Ik kom weer voor jou. Ja, dat dacht ik eigenlijk al. Anders gaan we een keertje gewoon samen in de pauze of zo met z'n tweeën een beetje bijkletsen. Het lijkt me leuk. Ja? Ja. Morgen dan? Ja. Oké, ik heb er nu al zin in. En hoe was je bijles? Ja, het was wel leuk. Nou, wat is er gebeurd? Ik heb een date. Echt? Echt. Wanneer? Ja. Waar? Nou ja. Hier vanmiddag op school, in de pauze. Wat gaan we doen? Gewoon bijkletsen. Ja, bijkletsen natuurlijk. Ja. Wat doe jij hier? Naar huis, hup, naar huis. Ik spreek jou nog. En jij? Je bent ontslagen. Wat zijn je ouders? Dat ik dom ben, dat ik niet nadenk en dat die me verkracht kunnen hebben. En de rector? Ik mag blijven, maar de wit is ontslagen. Echt? En jullie nu? Wat doen jullie nou samen? Ik wil hem blijven zien, maar ik weet niet of hij dat ook wil.
Hij is ontslagen en ik mag op school blijven, dus het kan op zich geen kwaad. Ik hou gewoon van hem en ik begrijp niet dat niemand dat begrijpt.